En al meer dan 250 vrijwilligers helpen vanaf deze week aan het in kaart brengen van de Surinaamse bevolking in de periode van 1830 tot 1950. Het project is een samenwerking tussen het Nationaal Archief Suriname, de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de Radboud Universiteit Nijmegen met steun van het Nationaal Archief Nederland. Projectleider Koen van Galen is historicus aan de Radboud Universiteit. Hij zegt dat de bevolkingsregisters van Suriname worden geïnventariseerd. Als eerst worden de geboorteaktes gedigitaliseerd, waarna de huwelijks- en overlijdensaktes zullen volgen. Van Galen zegt dat historici beter willen snappen hoe de bevolking van Suriname zich in die tijd ontwikkelde. Bijvoorbeeld wat de effecten zijn van slavernij, ook in de periode na 1863, als mensen vrijkomen. Of wat de invloed is van de komst van nieuwe groepen naar Suriname. Denkt u aan de Indostaanse contractarbeiders, of de Javaanse contractarbeiders, de Chinese contractarbeiders. En die interactie proberen wij te onderzoeken. En doordat we al die registers beschikbaar maken, kunnen we alle individuele levens van mensen als het ware reconstrueren. En dat biedt heel veel inzicht daarin. Maar er zit nog een tweede en nog misschien nog wel belangrijke reden achter. Dat op het moment dat we dit digitaal maken, zetten we dat natuurlijk online. En dat gebeurt op de website van het Nationaal Archief Suriname. En op die manier krijgt iedereen inzicht in haar of zijn familiegeschiedenis. Dus u kunt zelf dan thuis zoeken naar uw eigen voorouders. Want het kan nu eigenlijk niet, het kan alleen in het archief. Dan kunt u dat via de computer thuis doen. Voor dit project zijn er vrijwilligers nodig die zullen helpen om de informatie op de actes over te zetten in een database. De vrijwilligers hebben binnen 3 dagen al 3000 actes ingevoerd. Dus wat vrijwilligers eigenlijk doen is zorgen dat die actes ook werkelijk doorzocht kunnen worden. En dat is een heel spannend werk, want dat betekent dat je eerst een acte leest en dan vervolgens gaat kijken van wat gebeurt er eigenlijk? Wie is nou de aangever? Wie zijn de getuigen? Wie is de moeder? Hoe heet het kind? En soms kom je hele wonderlijke dingen tegen. Over familieomstandigheden uit die tijd. Zoals? En ik merk dat de vrijwilligers het heel erg leuk vinden. Sorry hoor. Waar je dan aan moet denken is. Waar u dan bijvoorbeeld aan moet denken is informatie over de levens van mensen. Over mensen die soms, we zijn een voorbeeld tegengekomen van iemand die aangifte doet van de geboorte van een kind, zijn meneer. En de moeder wordt erbij vermeld, dat is allemaal keurig gedaan. En hij geeft ook toe dat het kind van hem is, ze zijn niet getrouwd, haar laten zien. En dan sla je het bladzijde om en de volgende acte staat dezelfde meneer weer. Maar dan doet hij aangifte met een andere mevrouw. Kijk, dat soort dingen, dat zijn natuurlijk wel geschiedenissen die op dat moment liever toen niet in de openbaarheid kwamen. Maar het is inmiddels ruim 100 jaar geleden. Dus het ligt al iets minder gevoelig, hoop ik. En hoe u als vrijwilliger mee kunt doen aan het project, ziet u dus nu in beeld. Van Galen zegt dat dit een enorm groot project is. In de eerste fase gaat het om 14.500 scans die worden overgezet, terwijl het hele project van de burgerlijke stand uit deze periode 300.000 scans heeft. De verwachting is dat het project in totaal 3 jaar zal duren. U heeft nog niet gezien hoe u mee kunt doen als vrijwilliger, maar dat krijgt u achteraf nog te horen of te lezen op onze Facebookpagina.